als ik hier naartoe loop, dan denk ik terug aan de Tweede Wereldoorlog. Een treurig gevoel dat er zoveel zijn geweest die de leven hebben moeten laten voor onze vrijheid. En dus hoefde Willy van der Weigert niet lang na te denken toen hem gevraagd werd of hij in vol ornaat aanwezig wilde zijn bij de dodenherdenking op de Fusillade-plaats bij Kamp Vught. Ja, en dat doen wij vanaf 1963. Want toen kwam een oud verzetstrijder, Cor van Lanen uit Dinter, die kwam toen vragen, omdat het een afgaande zaak was, of dat wij met enkele van het gilde dat op konden luisteren om toch wat meer publiek hier te kunnen trekken. En met succes, want er komen nu ieder jaar honderden mensen naar de herdenking in Vught. Willy is er dit jaar voor de 50ste keer bij. Iedere keer blijft even indrukwekkend. En wat maakt het meeste indruk? De kransen leggen. En dan de last post die er geblazen wordt. En als dan de vendelgroet hier gegeven wordt, dan is het hier muis en muis stil. Want het lijkt wel of dat de vogels dan ook nog inhouden met fluiten. Zo stil is het hier op deze plek. En denkt u dan nog wel eens even terug aan die verzetstrijder die u vroeg om hier te gaan komen? Ja, heel vaak. Toch is het vanavond de laatste keer dat Willy hier staat. Zijn gezondheid laat het niet langer toe. Daarom geeft hij letterlijk en figuurlijk het stokje door aan zijn opvolger. Jan, alsjeblieft. Dankjewel. Een hele eer voor u om het over te mogen nemen. Zeker een hele eer voor mij, ja. En Willy, jij gaat het missen? Ik ga het wel missen, maar als ik zie dat het goed verloopt, dan ga ik er trots op dat ik het over heb gegeven. En dan ga ik ook met een gerust hart weer terug naar huis toe. En waar kijkt u volgend jaar de dodenherdenking? Hier zo. Ik kom hier beslist zo lang als ik kan, al moet ik met de ambulancewagen hier naartoe komen, maar kom ik nog op deze plaats voor de dodenherdenking.